Wilt. Je hebt verschillende ontstoppingskoppen, oftewel hulpstukken. Sommige kun je gebruiken om gaten te boren in bijvoorbeeld vet, en sommige kun je gebruiken om wortels van bomen los te frezen. Ik wist hier niet wat de oorzaak van de verstopping was, dus ik heb een bewegende korf gebruikt. Het voordeel hiervan is dat het een breed roterende beweging maakt, waardoor je de wanden goed reinigt. Stop eerst de ontstoppingsveer in de afvoer en duw hem verder totdat je niet verder kunt. Maak een lichte ronde straal met de veer en duw de veer met een lichte spanning erin tijdens het roteren. Let op, zet er niet te veel spanning op de veer, maar laat hem rustig er doorheen gaan. Je wil niet dat de veer gaat knikken of om je hand als een anaconda draait. De veer kan een enige weerstand geven wanneer die door een bocht heen gaat. Ik heb de rioolafvoer volgemaakt met water. Dit heeft twee grote voordelen. Je ziet wanneer je de verstopping hebt opgelost en door de druk van het water wordt het vel snel afgevoerd.